Oké, jij gaat iets met boeken doen? Ja, en dus even eentje op. Pardon? Even eentje. Ja. 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 Al best wel een tijdje geleden hing er op heel veel spiegels een sticker met de tekst Hello Tiger, I love you. En zeker mensen van mijn leeftijd, oud, die herinneren zich dat nog wel. Dus het brein daarachter is Robert Benninga en die is bij mij te gast. Robert, van harte welkom. Dankjewel. Daar was jij toch, hè, met die sticker? Ja, absoluut. Hoe lang is dat geleden? Dat is 23 jaar geleden. Niet zo lang al? Ja. En, want toen was jij echt een beetje de inspirator, motivator, wat ze dan in de volksmond wel eens noemen, hè, toch? Ja, dat was aan het einde van mijn corporate carrière. Ja. De vijfde internationale job was in Duitsland in 1989. Dan heb je echt in boardrooms en alles gewoon corporate dingen gedaan? Ja, dat was mijn achtergrond. Nog steeds is dat mijn achtergrond. Ja. En die muur viel. Welke? De Duitse muur in 9 november 1989. En ze vroegen mij toen nog een tijd te blijven. Want ik was aangenomen om het bedrijf over heel Amerika en Europa uit te breiden. Ja. Maar alles ging toen naar het oosten. Daar heb ik er ja tegen gezegd. Alleen de afspraak was dat ik niemand zou vertellen dat ik wegging. Dus tot 1 oktober 1991 ben ik daar toen nog gebleven. Dat kon ook in die tijd, zeg maar, iets geheim houden. Ja. Ja. En dan kreeg ik een zak met dukaten mee. Dat was ook erg. Ja, en in ieder geval, toen opeens stond ik op straat zonder iets anders. Ja. Heel comfortabel. En toen begonnen allerlei mensen mij de vraag te stellen. Joh, kom eens langs en deel eens met ons. Wat heb jij nou in die 17 corporate jaren eigenlijk geleerd? Hè? Wat is de relatie tussen de keiharde resultaten, bottomline resultaten, ja, en menselijk functioneren? En kun je daar iets van leren of moet je daar juist dingen van afleren? Beide. Mm. Het is niet het een of het ander, het is beide. Maar je kan er heel veel van leren. Ja? Want wat voor corporate rol had je dan? Was jij CEO of was je meer marketing of was je meer human resource of was je finance of was je operations? Het is COO en marketing, dat is mijn achtergrond. Okay. En in Nederland met bedrijven zoals bij Ahold heb ik de restaurant- en recreatiedivisie destijds een marketing voor gedaan. Okay. Algemeen directeur van Hij en Zij toen geweest, nu We International. Oh, ja? Directie Bijenkorf, dat soort jobs. Mm. En wat heb je ervan afgeleerd? Ik heb afgeleerd om mijn ego zo naar voren te brengen. Ja. Om te veel te vertellen en te weinig vragen te stellen. Is dat lastig? Ja, dat is niet dat ik daarmee jou beschuldig van een heel groot ego, maar ik projecteer een beetje. Ja, en ik vind dat heel lastig. Ja. En, nou, het is uiteindelijk niet lastig als je doorhebt dat het gaat om persoonlijkheden. Hè? Wie ben je? Dat het niet gaat om status, maar om je statuur. Wat heb je bereikt? Ja, ja, ja. En om oprecht geïnteresseerd te zijn en niet steeds zo interessant te doen. Als je dat één keer weet, dan gaat dat. En het verhaal van er zitten nu een paar jonge lui, die zitten nu een minuutje of drie te kijken. Ik denk, ja, maar die stickers. Ja. Wat was het verhaal achter de Hello Tiger, I love you sticker? Nou ja, als je niet echt van jezelf houdt. En de belangrijkste relatie die je toch 24 uur per dag hebt, is de relatie met jezelf. Ja, je wordt ermee geboren en je gaat ermee dood. Zeg maar. Absoluut. Ja. Nonstop mee op. En als je dus van die persoon, als je steeds meer investeert in relaties met anderen, wat ook belangrijk is, waar ik veel mee bezig ben. Mm. Maar je vergeet de relatie met jezelf. Je zit niet echt goed in je vel, dan heb je een issue. En dan is een belangrijk moment, is 's ochtends, als je net wakker bent, voor die spiegel. Ja. Vandaar de plek van die spiegel. Hij is toen veelvuldig opgeplakt, volgens mij. Hè? Ja, nog steeds. Iedere week komen er nog zeer vele verzoeken binnen. Oh ja? Mensen zijn verhuisd en willen nieuwe sticker. Maar je hebt ze ook nog? Ja, absoluut. Ik gebruik het niet meer in presentaties. Nee. Ik ben er een beetje mee klaar, denk ik. Ja, ja, ja. Maar de mensen helemaal niet. Die zijn er helemaal niet mee klaar. Jij bent best wel chaotisch, als ik jou niet zou kennen. Ja. En dat zie ik met name. Ik heb natuurlijk een verleden briefje gaat weg. Want dit wordt een gesprek zonder briefje. Ik heb een verleden in een beetje in de internet en online wereld. En als ik jou dan ga googlen, dan vind ik verschillende websites en verschillende huisstijlen en verschillende concepten en formats en video's en e-books. En zit de focus in? Ja, de focus is de diepere voldoening die je als mens hebt. Of je echt gelukkig bent en of je echt je totale potentieel als mens benut. Dat is de focus. En zo meteen gaan we concreet door. Hoor. Want ik zie met name mindpower veel terugkomen. Ja. Couple power veel terugkomen. Ja. Ik wil eigenlijk voorstellen, we hebben hier vier dingen liggen. Laten we langs die vier dingen zo meteen dat gesprek gaan doen. Maar eerst nog even pseudo-kritisch. Dit zou elke coach kunnen zeggen.
Ja, nou is het woord coach ook een lastige. Want ja, ik word daar ook wel volledig uit de hand gelopen. Iedereen die pretendeert iets te zeggen, waaronder ik ook. Die zegt, hoe noem jij jouzelf dan? Ja, ik weet het niet. Nee. In alle eerlijkheid. Maar hoe kom je boven dat cliché? Wat onderscheidt jou en jou? Ik denk dat mij onderscheidt is een bewezen track record. Het is geloofwaardigheid daardoor. Betrouwbaarheid die andere mensen bij mij ervaren. Raar om voor jezelf te zeggen. Ik bouw heel makkelijk relaties op. Mensen voelen zich comfortabel met mij. En ik denk dat ik mijn job... Nee, dat weet ik wel zeker. Ik neem mijn job heel serieus, maar mezelf wat minder. Ik denk dat een belangrijke kwaliteit is. Wat is dat voor ding? Dit ding hier? Ja. Dit is de Indian Talking Stick. Ja. Met onze mooie labeltjes erop van Corporal Power en Team Power. Ja. De Talking Stick is een instrument wat altijd gebruikt werd als mensen rond de open haard zaten om te spreken. Maar degene die hem open vast... Open haard? Dit is het Indianen ding, toch? Ja. Kampvuur. Is ook een open haard. Ja. Heel goed, dankjewel. Bij de openheid ook verstandig. Ja. De kern is dit. Als je de talking stick vasthoudt, dan luistert de ander. Die is niet bezig om alweer zijn of haar antwoord te creëren. En als degene klaar is, dan laat hij de talking stick vallen, de praatstok. En de ander geeft dan eerst weer wat hij of zij gehoord heeft. En als dat geaccordeerd is door degene die sprak, dan geef ik de talking stick aan jou. Ik geef hem gewoon nu aan jou. En dan ga jij weer verder. Want wat er in het dagelijks leven gebeurt, zowel zakelijk als privé, het is constant maar als eekhoorntjes van de ene tak op de andere springen. En mensen komen niet tot hun recht eigenlijk. Dus een hele belangrijke techniek om in relaties te zorgen dat mensen uitspreken, de ander goed luistert, elkaar begrijpen en dan pas verder. Maar soms is als eekhoorntjes van de hak op de tak springen en door elkaar heen lullen ook wel heel fijn, hoor. Ja, projecteer alweer. Ja, dat ik wou net zeggen. Deze is wel helemaal spot-on. Toch? Vind ik ook. Dus nu en dan mag je hem ook in. Maar je zegt ook soms. Ja. Dus dit is niet waar je de hele dag mee rondloopt. Wordt er te weinig geluisterd? Ja, absoluut. Groot probleem. Maar is dit dan de oplossing? Of moeten we dit Het is een tool. Het is ook echt een tool. Dus in het koppelpowerwerk wat we doen, hè, waar dus het uitgangspunt is dat de relatie thuis, als die echt solide is, dat de basis is van alles wat je verder doet in je leven. Daar wordt niet altijd goed geluisterd. Maar op de zaak wordt ook niet altijd goed geluisterd. Kom jij daarmee... voor wie doe jij het als het gaat van het koppel? Want lekker uit koppelpower. Ja, nou eigenlijk drie labels. Je begon met Mindpower. Mindpower gaat over leadership. Ja. Hoe je met minder moeite meer bereikt. Over top performance. Over betere resultaten, minder kosten, hogere efficiëntie. Belangrijk. Ja. Maar meer left brain, meer de structuur. Meer het rationele van het zaken doen. Koppelpower gaat over wat ik net zei. Hè, dat de relatie thuis ontzettend solide is, want pas dan voel je echt goed. Dan ben je ook creatiever, heb meer energie, word minder ziek en ga zo maar door. En dus het verhaal, ik ben thuis heel anders dan op het werk, dat heet in medische termen schizofreen. En ik hou werk en privé strikt gescheiden. Ja, en helemaal vandaag de dag werkt dat natuurlijk van geen kant. Maar aan de andere kant kan ik mij zo voorstellen. aan de andere kant, ja, dit is een helemaal boekje, maar ik kan me ook zo voorstellen dat met die boodschap van ja, met thuis en balans en relatie, dat er ook wel boardrooms zijn die dan zeggen... meneer Benninga, sorry, maar ik prefereer de spreadsheet. Dat is niet erg. Ja, nou, ik vind het niet erg, maar het werkt maar tot een bepaalde hoogte. Ruimte voor die boodschap? Ja, anders... Zou jij... Dan zou ik het niet doen. Laat ik zeggen, ik heb een hele diepe motivatie. We zitten hier in de plantage in Middelaan. Ja. 200 meter hier vandaan zijn mijn ouders destijds uit de Hollandse Schouwburg naar de kampen vertrokken. En mijn ouders hebben nooit een kans gehad om in 46 in een ruimte te zitten waar mensen zoals ik vertellen hoe je persoonlijk en professioneel leiderschap kan doen. Hmm. Dus ik heb daar een ongelooflijke diepe drijfveer op om dat mensen duidelijk te maken. En voor wie dat wil, nou, van harte welkom. Hè? Als een student klaar is, dan verschijnt de leraar voor wie zegt we doen het met spreadsheets of we doen het heel autocratisch. Wie ben ik om daar een mening over te hebben? Nou ja, het zal op termijn niet werken, maar misschien voor die mensen wel. Dus... Maar eigenlijk vind je van niet. Nee, alleen vind ik niet van niet. Dat weet ik zo. Ja. In het Engels spreken we over profit, people, planet. De triple P. In het Nederlands noem ik dat de drie M's. Muntjes, mensen en milieu. En muntjes en mensen zijn als communicerende vaten. Nou, we willen allemaal meer muntjes, nog steeds. Hè, dat is nog steeds het grootste M van de drie. Ja. En wat gebeurt er vaak? Dan wordt de mens onder druk gezet om tijdelijk meer muntjes te krijgen. En als je dan de druk weghaalt, gaan de muntjes omlaag. Dus ik ben van de school, inderdaad de menskant, de culturele kant, hè, ook de emotionele kant, de relationele kant. Want als mensen echt
beter in hun vel zitten, krijg je automatisch betere resultaten. En jij noemt het couple power. Ja. Omdat je het samen met je vrouw doet. Ingeborg Wezer. Ja. Ingeborg Wezer. In hoeverre kun je het... Want daarmee impliceert wel couple power, dat is couple. Ja. Kun je ook in je eentje een succesvolle thuissituatie hebben, ja toch? Absoluut. Oké. Okay. Ja, ik twijfel allemaal. En er komen ook singles naar onze activiteiten. Ja, precies. Neem omdat het in de naam zit, couple natuurlijk een beetje in. Ja, je moet ergens, je zegt ik ben chaotisch, ik deel die mening. Hè. Een marketeer die naar mij kijkt, die zegt dat je hoort op één. Je moet alleen de kappers nemen met rood haar, dat je daarop focust. Ja. Ben ik eens, maar ik heb ook allerlei andere mensen. Dus ik heb mij nooit met mindpower en koppelpower en teampower zo gefocust. Teampower over zit ertussen. Hè. Dus mindpower, wat ik net zei, leadership en de moeite mee bereiken. Koppelpower is vanuit de privé situatie zorgen dat je relatie heel goed is. En teampower gaat over de vrouwelijke en de mannelijke kwaliteit die we allemaal hebben. Het masculine en het feminine. Hoe je die vooral weer in het bedrijfsleven optimaal naar voren laat komen. Een enorme discussie overgaande. Hans de Boer zoekt vrouw, et cetera. Het gaat wat mij betreft niet per definitie over meer vrouwen aan de top. Het gaat over aanzienlijk meer vrouwelijkheid aan de top. Hmm. En dat impliceert dat een vrouw normaal gesproken meer vrouwelijkheid brengt. Dus daarom ben ik zeker voor meer vrouwen. Hmm. En dus de spreadsheet management, nou, dat hebben we allemaal gezien waar dat toe leidt. Er is gewoon te veel mannelijkheid aan de top. Te veel testosteron in de top. Zo kan je het op een andere manier omschrijven. Maar het mannelijke denken, het korte termijn denken, het successen, de resultaten, gevisieerd, niet genoeg luisteren, dan gaan ze maar door. Wat voor soort opdrachtgevers heb jij nu? Zeg maar, wie staan hier open voor? Heel breed, over de hele wereld. Ja, vanuit de multinationals tot de kleinere MKB-bedrijven. Bedrijven met 10 mensen tot tienduizenden medewerkers. Hmm. Je had het over je ouders. We hebben het al heel even gehad over couple power. En je vrouw waarmee je het doet. Maar dat is je tweede vrouw. Dus om maar even een bruggetje te maken naar dit prachtige boek. Is het een tegenslag of juist een kans? Ja. Want jouw eerste vrouw is overleden. Ja, ik draag haar altijd op mijn hart. Hier is ze. Mijn lieve Mary. Zij is helaas op 8 augustus 2012 door kanker weggenomen. En overigens een maand later vroeg mijn uitgever of ik een boek wou schrijven over Tim. Zei jij, doe ze even rustig. Dat was inderdaad, met andere woorden, mijn eerste respons. Jesus. Later bleek dat er een therapie in te zitten om me daar zo in te verdiepen in. Hè? In ellende, verlies, rouw, tegenslagen, faillissement, breakdowns. Is elke tegenslag een kans dan? Nee, niet elke. Want ik kan me voorstellen dat je momenten hebt gehad dat je denkt van nou, het is goed hier, maar hier zit geen kans in. Ik ben wel van de school, Ronnie, hè, dat niets een betekenis heeft behalve de betekenis die we er zelf aan geven. Bijvoorbeeld met betrekking tot Mary heb ik de keuze gemaakt, wat een ander daar ook van vindt, dat zij hier primair gedaan heeft wat ze hier te doen had. En op een plek nu mag zijn waar het heel goed is. En dat geeft mij rust. Dat is het verhaal wat jij ervan gemaakt hebt. Ja, dus iedereen heeft een verhaal en dat mag. Maar dit boek is een heel bijzonder boek. Ik heb met 29 andere mensen dat geschreven. Want die kan natuurlijk niet specialist in. Nee, maar verhalen van Arco van Brakel, van Hans van Breukelen, Peter Faber, Annemarie Rakhorst, Huub van Zwieten. Veel verhalen die allemaal tegenslag. Ja, verhaal gaat allemaal over tegenslagen en hoe je daaruit kan komen. Is daar een gemene deler? Want de mensen moeten het boek maar helemaal lezen. Maar kun je er een paar dingen uitpakken? Ja, graag. Mooie vraag. Als al een gemene deler is, is het dat het al deze mensen, inclusief ikzelf, naartoe denken in plaats van weg van. Want als je weg van denkt, vanuit problemen, dan zit je als het ware met zware elastiek of boeien vast aan waar je niet wil zijn. En je komt er gewoon niet van weg. Dat lukt niet. En naartoe, dan is er een soort magneet waar je naartoe getrokken wordt. En dan kan je daar komen. Het is een positief wereld- en mensbeeld, zonder daarin naïef te zijn. Dus steeds naar de mogelijkheden. Kijken, het potentieel wat we allemaal hebben. En dat als je dat erin wil zien, dat misschien toch alles wel echt voor een reden gebeurt. Dat toeval, dat valt je toe. En wat zou nou gebeuren? Iets wat gewoon waardeloos is. Als je dan toch de vraag stelt, stel nou dat dit voor een reden gebeurt, wat zou dan de reden kunnen zijn? Dat is de vraag die je dan eigenlijk moet stellen. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, maar hier kan geen reden voor zijn. Dat doet er uiteraard ook voor. En het is allemaal zeer genuanceerde materie. Ja, als je vrouw, want hoe lang heeft dat proces vanaf de diagnose totdat ze... Ongeveer 3 jaar. Oké. Ja. Dat is lang. Ja. Lijkt me nog erger dan dat het kort is.
Of ook weer ja, niet? Ja, nou, dat is zo moeilijk om te zeggen. Dat, ja. Dan kom je in discussies terecht. Wat is erger, dat iemand doodgaat, dat iemand een scheiding doormaakt. En weet ik. Ja. Wil ik graag over praten allemaal, maar dat is maar heb heel je, genoeg. Maar heb je, hoeveel moeite heeft het jou gekost om dat een plek te geven? Op het gevaar af dat dit te simplistisch klinkt. Maar relatief makkelijk om het feit dat Meer en ik al op dat moment meer dan 20 jaar... ieder jaar zo'n 6 tot 8 weken naar hele bijzondere persoonlijke ontwikkelingscursussen en persoonlijk leiderschaptraining gingen. Van religieuze insteek tot alle mogelijke insteken. So you could practice dus what you preach. Ja, dat, daar zat ook wel een zeer extreme oefening in om dat inderdaad te doen. Hmm. Ja. Met al het vallen en opstaan natuurlijk. En nog steeds hoor, want ik zit nog steeds vol met alles en nog wat. Ja. En om nou niet te vervallen in het, wat ze dan wel eens het chaka, om maar eens een foute term te noemen. Hè, en in het Hello Tyra, I Love You. Maar het andere boek wat ik hier heb liggen, haal het beste uit jezelf. Ja. Hoe doe je dat zonder in clichés te vervallen? Je doet het door, je veel bewuster te zijn wie je bent, waar je voor staat, waar je voor wil gaan. Je doet het door erachter te komen waarom Hoe ben... doe je dat? Door de vraag te stellen, wat zijn mijn diepere drijfveren? En als je die niet weet? Dan zijn er allerlei technieken om dat daarachter te komen. Door, ja, de kern is goede vragen stellen. Vaak is dat zelf lastig, dat vind ik goed dat je zegt, als je dat niet weet. Ik ben een groot voorstander, ik doe dat zelf ook. Ik heb mijn eigen coach nog steeds en ik laat me veel begeleiden. Net goed, ik noem wat, stel dat je golft en beter wil golven, dan neem je een pro. Stel dat je tennis speelt en je wil beter spelen, neem je een tennisleraar. Stel dat je piano speelt en je wil beter leren piano spelen, neem je een leraar. Dus je zou het is verstandig om... Een levenstrainer te hebben, zeg maar. Ja, om echt experts te nemen. Zoals voor alles, als het dak lekt, dan bel je een loodgieter. Voor jezelf, dan moet je een heel zwaar probleem hebben, wil je hulp gaan zoeken. Nou ja, en dat is dan vaak, als dat pathologisch is, dan is dat een ziektebeeld. Maar vaak is dat de ego die de kop opsteekt. Hè? Dat je niet bereid bent je ego in de ijskast te stoppen en denkt dat je alles zelf moet kunnen. Ja. De sterkste mensen die ik ken, zijn allemaal in staat om gewoon om hulp te vragen. Want help, ik weet het niet, help me. Hmm. En als je om hulp vraagt, zijn er altijd mensen die je willen helpen. Zeker in boardrooms lijkt me dat nog misschien wel lastiger. Dan. Ja, daar is de kunst van het goede vragen stellen, echt naar elkaar luisteren, om hulp vragen, je ego in de ijskast stoppen en echt je diepere passie volgen, dus niet in een gouden kootje vastzitten, zijn 5 grote issues. Dan hebben we nog tijd voor een laatste onderwerp. En ze liggen er al een tijdje, maar er liggen daar 3 touwen. Ja. Dus ik bedoel, waarom liggen die er? Nou, relaties zijn, hè, dus met elkaar verbonden zijn, hebben verschillende diktes. Hè? Ja, ja. Dus je hebt een dunne band, een wat stevige, een dikke band, maar die soms wat makkelijk uit elkaar valt. Ja. En je hebt een echte hele stevige band. En het leven is te kort om een relatie te hebben waar eigenlijk die band te dun is. Dus, en wat velen niet weten, vooral mannen, of ze weten het cognitief wel, we kijken zoveel zeg maar, naar gedrag, het gedrag in relaties. En doen we allemaal de leuke dingen, weet ik het allemaal. Waar we te weinig naar kijken, zijn de emoties die daaronder liggen. En vervolgens, wat zijn er echt met diepere behoeftes? We kijken te weinig, wat heeft die ander nou nodig? Hm. Jij bent in een relatie, ik ook. En noem wat de 5 love languages van Gary Chapman. Zeer de moeite waard om te doen. Dan kom je erachter, hoe kan je iemand nou inderdaad complimenten geven of waardering geven? En dat zijn ook toevallig 5 dingen. Dus het zijn cadeaus, of het is je waardering uitspreken, of het is kwaliteit tijd met elkaar doorbrengen. Het is elkaar dienstbaar zijn en het is elkaar aanraken. Ik wou zeggen een knuffel, toch? Ook. Jullie doen hou me vast sessies, hè? Ja. Yo, toen dacht ik, oh Robert, echt waar, serieus? Dat wil niet zeggen maar dat moet ik dan met boekwijd thee of alles? En nee, dan helemaal dan niet. Allemaal, of nee, hou me vast. Ja, maar zo noemen jullie het, toch? Ja, het heet hou me vast. Ja. Dat is een heel gestructureerd soort van appeltaartrecept, een beetje raar gezegd. Als je bepaalde stappen doorneemt, dan komt een goede appeltaart uit. Het zijn 7 modules waar we plenair aangeven waar het om gaat. Maar met vreemden of met een familie of iets? Of wat? Nee, het zijn allemaal koppels, allemaal paren die komen. Maar die komen bij elkaar? Ja, ze werken individueel, een heel uitgedokterd protocol. Mensen werken allemaal individueel met elkaar op allerlei oefeningen. En komen weer plenair bij elkaar om weer het volgende te introduceren. Het is geen relatietherapie, of wel? Nee, het is geen relatietherapie. Maar wat is het dan? Het is voor koppels die zeggen van nou, we hebben het eigenlijk wel goed, maar we zouden het nog veel beter willen. Het is weer naartoe. Terwijl relatietherapie bijna altijd weg van is. Hè. We hebben echt een probleem. En dat kan. Ik heb niks tegen het woord probleem hoor. Als je een probleem hebt, zorg dan dat je met iemand werkt. Top. Hè.
only go for the best, forget about the rest, als ik altijd zeg. Dus ga dan naar een toprelatietherapeut. Ingeborg doet ook relatietherapie, maar wat wij samen doen is geen relatietherapie. Dus hier ben ik, ik wil best nog daar naartoe en wat komt er nou voor kijken om daar te komen? Ja. En het heeft te maken met de verschillende communicatiestijlen die we hebben. Het heeft te maken met oprecht geïnteresseerd zijn. Er zijn een heleboel technieken, makkelijke technieken, die mensen gewoon niet weten. En in maart ga je weer zo'n sessie doen, toch? Volgens mij. Ja, 4, 5 en 6 maart in Nijmegen. In Nijmegen. En dat is dan een weekend of iets? Of een, zijn vrijdagavond tot en met zondagmiddag. We doen het heel veel in het buitenland. Heb je het interessante principe dat een profeet is altijd meer geliefd in het buitenland. Ja, doe je veel meer in het buitenland? Ja, we komen net uit Singapore terug en we gaan naar Nigeria. Oh, echt waar? Ja. Maar dan met lokale mensen of met internationale mensen die daar wonen? Beide. Ja. Want in Nederland is een, en dat snap ik ook wel. Mensen interpreteren primair nog steeds bij koppelpower sessies. Hè, van dan moet ik mijn vinger opsteken dat er iets niet goed is. Dus dat communiceren wij blijkbaar niet duidelijk genoeg. Zeggen, nee, je doet je stinkende best. Hè. Je haalt al uit wat erin zit, maar er zit nog veel meer in. Ja. Op een schaal van 1 tot 10, waar scoor je nu? Zeg een 7 of een 8. Ja, en hoop naar die 10. En zou je naar een 9 of een 10. Ja. En dan blijkt vaak dat de schaal niet tot 10 gaat, maar zelfs tot 15. Dus nog veel te leren. Tjaka, zijn we er weer. Tiger, dankjewel voor dit gesprek. En graag gedaan. Heel veel succes en heel veel liefde in alles wat je doet. Jij ook. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering hier op 7ditches.tv. Kijk voor meer interviews op onze website of download de app. Kun je kijken wanneer en waar je maar wil. Hoi.